De man wie zwemleraar in Blomketerp in Frenzer en werkte in Ljouwert bij de tussenschoolse opvang. Maar daar had geen misbruik plakvoen. Het Openbaar Ministerie rekent de man het ontucht met het zoonjarig famke zwieren aan. Verdachte heeft het vertrouwen beschaamd van een klein meisje en van haar ouders. En dat niet alleen, hij heeft haar opgezadeld met een zwaar gemoed. Door aan haar te zitten, maar ook door te zeggen dat het een geheimpje was. De vertochte had voortbekend dat hij ontucht pleegd had met het famke. Hij had spiet en skam het hem. Ja, het trekt me natuurlijk heel erg aan van wat hij gedaan heeft. Wat natuurlijk, de huidige tijd zie je veel in de publiciteit. En dan kijken we naar de Robert M-zaak, wat dat voor gevolgen heeft gehad voor de samenleving. Dus dat merk je heel erg. En hij voelt dat zelf ook wel, dat hij iets heeft gedaan wat absoluut niet kon. Het Openbaar Ministerie wil dat de man behandelen wordt om vast te komen dat hij in de toekomst weer de fout in gaat. De vertochte wil zelfs ek behandelen worden.